Vaak zie je mensen op sportievere motoren rijden in volledige leren pakken. Maar wat zijn nou de verschillen en wat voor mogelijkheden zijn er allemaal? Ik ben Mark van MotorKledingZTV en in deze video help ik je bij het uitzoeken van het juiste motorpak. Leren motorpakken zijn bedoeld om redelijk strak te zitten. Ze moeten goed aansluiten en of direct over je blote huid of eventueel over hele strakke onderkleding te worden gedragen. Dat is omdat leer uit zichzelf de eigenschap heeft om te gaan rekken. Nou, dan zie je vaak dat mensen in het begin redelijk strak in een pak zitten, maar dat je uiteindelijk als zo'n leren pak ongeveer zelfs een kwart tot een halve maat is gerekt, dat het echt als een tweede huid zit. En dat is heel belangrijk. Want leren pakken worden vaak gedragen op sportmotoren of eventueel mensen die het op het circuit rijden. En wat van belang is, is dat de protectie op de juiste plek zit en dat het slijtvaste leer overal strak zit. Want als het los zou zitten en je gaat onderuit en je glijdt met een hoge snelheid, kan het leer gaan oprollen en kan het gaan scheuren. Daarom is het van belang dat een leren pak in het begin altijd heel strak zit. Er zijn er twee grote verschillen tussen de leren pakken en dat is eigenlijk of ze eendelig zijn of tweedelig. Nou, ik heb hier allereerst een eendelig leren pak op de tafel en dat wil zeggen dat het van boven tot onderaan uit één geheel bestaat. Daardoor heb je aan de achterkant ook een volledig glad stuk leer en dat is het qua slijtvastheid het allerbeste. Dus rij je op het circuit is het vaak zelfs ook verplicht om met een eendelig leren overal te rijden. Nou is het zo dat het in het begin niet zo heel comfortabel zit, maar dat hebben ze vaak opgelost door allerlei stretchmaterialen toe te voegen aan een leren pak. Dus hier aan de achterkant zie je allerlei accordeon stretchpanelen, zoals we dat noemen, die je uit elkaar kan trekken en die je de bewegingsvrijheid geven om tijdens het motorrijden alle kanten op te bewegen. Nou, dit soort pakken zijn gemaakt voor gebruik op het circuit op een sportmotor. Daar zien we ook een speedhump op terug, die voor aerodynamica zorgt en ook je nek beschermt. En op de knieën zien we dan ook duidelijk knee-sliders. Knee-sliders zijn ervoor dat als je door een bocht gaat en je steekt je knie uit, dat je je hellingshoek kan vaststellen. En op die manier kan je met de knee-slider over de grond en weet je precies hoe ver je bent. Maar deze knee-sliders zijn altijd afneembaar, kun je altijd nieuwe op plaatsen. En zeker de eendelige pakken zijn altijd voorzien van maximale hoeveelheid aan protectie. Nou, zien we aan de onderkant, zien we hier de naad van de protectie lopen. Die loopt helemaal door tot over de knie. En op de knie zien we sliders die ervoor zorgen dat als je onderuit gaat, dat je blijft glijden en dat je minder risico hebt op rollen en dus ook minder risico hebt op letsel. Dan zien we bij dit pak aan de binnenkant grip patches. We zien aan de bovenkant van de knie zien we een heel groot accordeon stretch panel. En aan de achterkant van de benen zien we stretchmateriaal. Op dit soort manieren maken de fabrikanten het nog wel comfortabel om een pak te dragen. Maar ook dit materiaal is volledig slijtvast. Het is voorzien van een Kevlar of een Cordura vezel afhankelijk van het merk. En op die manier heb je aan de ene kant extra comfort, maar ben je toch nog heel erg veilig. De mouwen van deze pakken lopen altijd heel smal toe, net als de pijpen. En dat wil zeggen dat je de laarzen over de broekspijpen heen draagt en ook hier de laarzen over de mouwen heen doet. Dat is omdat je dan een goede afsluiting hebt. Daarom hebben ze hier bijvoorbeeld bij dit pak ook wat Kevlar stretch gedaan, zodat je minder materiaal tussen je pols hebt en daardoor een hele goede afsluiting hebt. Nou, dit soort pakken zijn nooit aan de binnenkant voorzien van een voering. Er zit eigenlijk alleen een heel dun netje wat je er wel uit kan halen om het eventueel te wassen. Dus als je een sessie op het circuit hebt gereden en je hebt gezweten, kan je dit eruit halen en eventueel in de wasmachine doen. Maar verder is het niet waterdicht, het is niet warm. Het zorgt ervoor dat je boven de 15 en 20 graden goed ermee kunt rijden. En als het heter wordt, zorgt de perforatie op verschillende delen dat je ook nog goed kan ventileren. Zeker tijdens circuitgebruik. Super intensief natuurlijk, wil je er wel met je kopje bij blijven. En dat kan alleen als je het klimaat in je motorpak goed is. Maar er is ook nog ruimte om bijvoorbeeld een rugprotector in deze pakken toe te voegen. Dat kan onder elk pak, maar de Alpistar heeft bijvoorbeeld knoopjes waar je een rugprotector in kan klikken. Er kan ook nog een rugprotector in een zak worden gestoken. Je hebt de mogelijkheid om borstprotectie toe te voegen. En als we de bovenkant bekijken, zien we ook weer aan de onderkant van de ellebogensliders, op de schoudersliders. Dus eigenlijk qua protectie het allerbeste wat er is, maar toch nog wel comfortabel. Nou, rij je meer op de straat en niet zo sportief als een circuitrijder, zou je ook eens kunnen kijken naar een tweedelig motorpak. Het enige verschil met een eendelig leren pak is dat een tweedelig leren pak, de naam zegt het al, uit twee delen bestaat. En dat wil zeggen een losse jas, een losse broek. Je kan deze set wel alleen als set kopen, dus je kan niet zeggen van ik wil een andere maat jas als broek. Dus je kunt ervoor kiezen om een volledig pak in 48 of 50, 52, noem maar op te nemen. Het grootste verschil dus met de eendelige pakken is dus dat je de broek van de jas los kan dragen. Nou heeft dat een aantal voordelen. Als je bijvoorbeeld een stuk gaat rijden met een groep vrienden en je gaat naar een terras toe, dan kun je je jas uittrekken en dan kan je alleen je broek aanhouden. Je kan je voorstellen dat als je dat met een eendelig pak doet, dat je een probleem hebt en dat je of het pak aan zou moeten houden of dat er een hele lap leer aan de achterkant zou hangen, maar dat zit niet zo lekker. Het is ook niet ideaal om je overal om te gaan kleden. Dus op deze manier kun je de broek en de jas van elkaar losritsen.
Qua protectie zijn er geen verschillen. Natuurlijk hebben we wel prijsverschillen. Dat geldt zowel voor de eendelige als de tweedelige pakken. Dat een pak van €500 van een hele andere kwaliteit is dan een pak van €1500. Dat zul je merken aan de verschillende protectoren die erin zitten. Maar ook de afwerking en het leer wat er is gebruikt is van een hele andere kwaliteit. Dan is leer van zichzelf wel slijtvast, maar leer heb je in verschillende gradaties en verschillende lagen van bijvoorbeeld een koe. En de bovenste laag is de beste laag en de onderste laag is de slechtste laag. Op die manier is het, fluctueren de prijzen van pakken heel erg. En zul je daarom, het is niet altijd hetzelfde als je een pak van 500 of 1500 koopt. Dus let er even op wat je qua budget hebt en wat je verwacht van je kleding. Nou, de verbinding van deze pak is vaak heel erg sterk. Er zijn metalen ritsen of hele sterke kunststofritsen, vrij dik, die op een stukje stretch zijn gezet, waardoor je nog wel een beetje bewegingsvrijheid houdt. Nou, bij Revit hebben ze een grote rits rondom, maar sommige pakken hebben ook de mogelijkheid om hem alleen aan de achterkant vast te ritsen. Nou, de jas kun je dus gewoon als normale jas ook dragen. Dus ga je een kort ritje maken en wil je je jas ook gebruiken met de Kevlar jeans, dan is dat met een tweedelig pak ook heel erg goed mogelijk. Dus voor nogmaals, voor gebruik op de straat is een tweedelig pak heel erg goed geschikt. Rij je voornamelijk circuit, kan je kijken voor een eendelig pak. Weet je nou dat je qua lichaamsbouw boven iets anders bent dan onder? Dus als je bijvoorbeeld boven wat breder bent en een maat 50 nodig hebt en qua broeken maat 48, hebben de meeste merken ook nog een losse jas en een losse broek te koop die je alsnog met de verbindingsrits met elkaar zou kunnen combineren. Dus de sportievere leren jassen uit onze categorie op de webshop kun je 9 van de 10 keer ook vastritsen aan de universele broeken. Op die manier kun je ook een hele goede passende combi maken die voor qua pasvorm ook heel erg goed bij jou past. Wil je op de hoogte blijven van alles wat Mode Kleding Center doet? Volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer je op ons YouTube kanaal. Vond u deze video nuttig? Klik dan op het duimpje omhoog. En wil je weten wat voor jou de ideale maat motorjas is? Blijf dan even hangen. Ik ben Mark van Mode Kleding Center TV en ik bedank u voor het kijken.